Nou, ik heb echt een, ja, een unieke avond gehad bij AZ, inderdaad. Ik woon sinds kort in een dorp. Oh. En het viel me al op in dat dorp dat bijna iedereen daar een AZ-muts op heeft. Okay. En het komt omdat het trainingscentrum van AZ is bij mij in het dorp. Leuk. Nou, ik ben gaan kijken bij AZ. Eerst met de trein. Toen kwam ik aan op Alkmaar Centraal. Nou, er stonden een paar AZ-supporters. Die gaan allemaal met een bus naar het stadion. En ja, ik ben het gewend bij Vitesse. Dan hebben mensen het wel over het weer. Hier doen ze het of het normaal is bij AZ. Ja. Af en toe zeggen ze tegen elkaar koud. Mwah, zeggen ze dan. En we kwamen aan bij het AFAS-stadion. Dat lag echt ontzettend lelijk op een verkeersplein. En het waaide echt enorm. Rondom het stadion liepen wat mensen. Die hadden echt alles over elkaar heen aangetrokken. Als een soort wattenbollen. Zoomden ze daaromheen. Nou, ik moest zijn bij ingang 9. Daar kreeg je, stond een man en die gaf ons een deken. Dus nou, die deken omgeslagen. En toen het stadion in. En vanaf dat moment was het overleven geblazen. ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. We hebben de beelden, althans we hebben een foto van je. Wist je dat? Ja, ik weet het, ja. Je hebt het vastgelegd. Nou, ik zie geen foto, gelukkig. Ja, hier. Maar dat was ik inderdaad. Maar het was verschrikkelijk. Het joeg er doorheen, de wind. Onder ons stond Jan-Joost van Gangelen spelers te interviewen met de vraag, heb je het koud? Nou, het was echt bijna een belediging, want die mensen die lagen daarboven in die polwind ernaar te kijken. Iedereen hoopte, tenminste ik wel. Ik dacht, nou ja, als er maar een goal valt, niet verlengen. Dan, nou ja, goed. Ja, dan gaan we door met leven in ieder geval. Ja. En ja, ik heb ook wel versteld gestaan van het publiek in Alkmaar. Dat de meeste mensen ondergaan dat passief. Het was geweldig voetbal hoor, om naar te kijken. Maar om nou te zeggen dat je een geweldige avond hebt gehad als je daar ja, op die tribune hebt gelegen. Dat kan ik me haast niet voorstellen. Nee, er was één iemand die het niet koud had, heb ik begrepen, toch? Ja, Hugo Hovenkamp. Hugo Hovenkamp? Die kwam ik tegen. Ja? Die stond te timmeren in de catacombe. Alle oudspelers van de AZ zijn heel actief binnen ja, de club. Maar tijdens de wedstrijd stond hij te timmeren? Nou, het was in de rust. Hij stond iets in de muren te timmeren. En daar heb ik nog wel een gesprek ook nog over gehad. Over het weer ging het ook. Ja, hij zei, weet je waar het koud is? Ik zei, nee, buiten. Dat was een grap. Ja, ja. Je hebt een leuke avond gehad, als ik het zo mag zeggen. Nee, ik vond echt dat dit niet kon. Ook dat stadion, dat is echt. Ik weet niet waarom ze dat stadion. Het schijnt ook bekend te staan als het koudste stadion van Nederland. Het waait er altijd doorheen. Ja. Het is gemaakt van zeil en aluminium en af en toe wat beton. Maar het is echt ongelooflijk koud. Ik dacht, ja, wie doe je hier nu eigenlijk een plezier mee om deze wedstrijd te spelen? En ik verbaas me er wel echt over dat er nog 10.000 mensen op zoiets afkomen. Ja. Die er net zo van genoten hebben als jij, als ik het zo hoor. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat je nou thuis komt dat je zegt van nou, wat ik nou heb meegemaakt, leuk. Ja. 75% van onze kijkers vindt hem een goede trainer. Ja, maar ik denk ook dat het een goede trainer is. Jij hebt hem ook meegemaakt, ook bij Vitesse ook. Hoe vond jij het? Een nare man is het, maar een goede trainer, ja, denk ik. Een goede trainer, een nare man. Dat is een goede samenvatting. Maar wat maakt hem zo naar dan? Nou ja, niet sympathiek. Het is een kwestie van voorkeur. Ik vind hem niet sympathiek. Maar heb je ook persoonlijke ervaringen ermee gehad? Nou, hij was op het. Bij Ajax zie ik hem als een trainer die heel vriendelijk is tegen de pers. Maar bij Vitesse had hij toch wel de neiging om midden tijdens een persconferentie. Of ze hebben daar zo'n praatuurtje iedere vrijdag. Dan stond hij op en zei hij: ik ga brood eten. Ja, dan moesten we een half uur wachten. Dan maak je je niet populair mee. Nee. Tenminste, je voelt dan toch een soort van: ja, worden wij hier eigenlijk wel serieus genomen door niet echt, Peter Bos? Nee. Nee. Hoe diep kun je zakken als je niet meer serieus genomen wordt door Peter Bos? Ja, nou, dieper kun je eigenlijk niet zakken. Maar bleef je er dan ook zitten of gingen jullie ook weg? Gingen je brood eten dan? Nou, vaak haalden we dan zelf, hadden we zelf brood meegenomen. En dan pleuzen we in die tijd op. Laatste gedeelte weer van deze uitzending met natuurlijk Marcel van Roosmalen. Je bent in vorm of niet? Ik heb geen idee of ik in vorm ben, maar nee. Als jij het zegt. Ja, nou dan zeg ik het bij deze. Johan Derksen, Jan Boskamp en René van der Gijp. Je had laatst nog een column geschreven trouwens over de collega's van die hier ook wel eens aan tafel zitten. Valentijn en Mike van de Telegraaf. Wat was kritisch was dat? Nou ja, ik vond gewoon. Ik vond het. Ze waren eerst heel erg tegen Erik ten Hag. En na die gewonnen wedstrijd waren ze in één keer helemaal voor Erik ten Hag. In de Telegraaf. Nou ja, goed. Ik vind dat.
ja, apart. Dat je in één keer je mening 180 graden een andere mening hebt. Dat gebeurt hier nooit aan deze tafel. Jawel, dat mag ook wel. Maar ik vind het dapperder als je dan jezelfde mening blijft houden. Ja, maar het wordt op een gegeven moment lastig met al dat succes natuurlijk. Dan kun je moeilijk blijven zeggen dat het een kuttrainer is en dat hij niet goed ligt. Dat... Nee, maar als je een half jaar lang hebt geroepen om iemands ontslag... Dan is het niet in één keer een supertrainer. Tenminste, zo denk ik er dan over. Ja. En misschien was het ook wel... Het was vooral een column tegen... Of over Mike Verweij, die ook wel eens bij Vitesse rondliep. En ik vind hem toch een beetje de frikandel onder de sportjournalisten. Maar waarom dan? Nou, één keer, ik heb ooit opgeschreven dat hij de frikandel onder de sportjournalisten was. En toen heeft hij een stadionverbod voor mij gevraagd bij Vitesse. Ik heb het niet gekregen, maar dat heb ik al onthouden. En ik vind het gewoon iemand die met een agenda ergens heen gaat. En dan net zo lang doorgaat tot hij zijn zin heeft. En ik vind het wel leuk dat hij dat nu niet krijgt. Hij zal absoluut kwaliteit hebben. Welke dan? Ja, dat weet ik niet, maar hij zal absoluut kwaliteit hebben. Maar lieverd, hij doet zijn leven lang, geeft hij al lezingen voor bedrijven. Ja, en dan weet jij dat je jezelf kan halen. De ene tegeltje zwijgt naar de andere gooien over. En je vertelt nog een paar leuke verhalen uit de kleedkamer. En je gaat met 3500 euro de deur uit. Volgens mij, maar dat is het hele verhaal. Maar kijk, Hans komt nu ook erachter dat alles wat hij daar in het land vertelt... dat komt nu even niet van toepassing natuurlijk. Nee. Want hij gaat wel naar Henk de Katen. En hij weet wel dat Henk de Katen is een licht ordinair straatvechtertje. Straatvechtertje. Ja. En daar moet je toch mee oppassen dan. En dan moet je... Nee, die laat zich niet piepelen. Nee. Maar je leert daar meer dan je denkt. Want jij hebt er wel eens bijgewoond volgens mij, Marcel, toch? Ik ben er een paar keer bij geweest. De laatste keer was bij een... lezing voor structureel werklozen in het AZ-stadion. En toen legde hij de 7 pijlers van succes uit. 7 pijlers van succes? 7 pijlers van succes. Wij zijn benieuwd. Passie, gedrevenheid, samenwerking, confrontatie. Daar had hij een voorbeeld bij. Hij heeft een zoon die zijn kamer nooit opruimt. En die heeft hij toen met Sinterklaas keihard geconfronteerd. Wacht even, wat zei je nou, het laatste? Hij heeft een zoon, Kjeld, en die ruimt nooit zijn kamer op. En toen zei Hans Verbreukelen tegen die werklozen van... Nou, ik heb me wel keihard geconfronteerd met Sinterklaas. Toen had hij een gedicht gemaakt met de tekst... Kjeld, je kamer is een vuilnisbjeld. Maar de zaal lag in de deuk. En toen was het klaar natuurlijk. Toen. Dat goed dit, ja. Die Kjeld heeft alles opgeruimd sindsdien. Die is klaar, ja. Jij hebt toch één interland? Ja, daar hebben we er nog spijt van. Nee. Nee, maar van de week werd daar een Wall of Fame geopend. 1400 namen erop, allerlei mensen, ook dames, zaalvoetballers, internationals, nou, van alles. Daar komt altijd volk op af die waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Hè? Nou ja, het is een prachtige band. Ja. Maar Van Gaal was er ook. Kijk, Van Gaal is er. En daarnaast staat... Die geen internationaal is. Marcel staat er ook. Ja, kijk, daar weer Peter Houtman op de achtergrond. En Marcel had er weer zin in. Dat ja, is Marcel zien, is zaalvoetbal international. Ja, oud international ook, Marcel, of niet? Ik ging erheen. En ik heb daar gestaan. Ik had inderdaad niet zoveel zin meer toen ik daar op dat veld stond. Ik belandde op een veld bij Zeist. Met honderden oud-internationals, waarvan je de meeste niet herkent... omdat ze maar heel weinig wedstrijden eigenlijk hebben gespeeld in het Nederlands elftal. Ik had een gesprek met een man met een kaal hoofd. Die had ook in het Nederlands elftal gespeeld. Ik wist alleen niet wie het was. Hij zei, hoi, zei ik terug. Hij zei, ik woon tegenwoordig in Eerbeek. Ik zei, nou ja, leuk. En hij zei, ja, ik voetbal vaak met kinderen voetbal op straat... met de kleinkinderen van Karel Albers. Hartstikke leuk. En ik wist nog steeds niet wie het was. Dus ik vroeg aan hem, wat is eigenlijk je mooiste interland? Toen zei hij, ja, die ene. Dus toen wist ik het eigenlijk nog niet. Maar ja, toen stonden we op dat veld. En toen begon het. Ronald Koeman werd naar voren gehaald. Toen een goochelaar. En hij moest een getal uit zijn hoofd... uit een mandje pakken en die goochelaar moest raden welk getal het was. Nou, het was het getal 41. Je wist eigenlijk al wel dat die goochelaar dat goed ging raden. Dus toen stonden we er nog een tijdje. Ik heb nog wat gepraat met Ernie Brands. Die hing daar ook met een plaatje, maar die ging pas achteraf. Hij zei, ik ga pas kijken als iedereen weg is waar ik rang. En alle oud-internationals doken eigenlijk daar in dat monument om zichzelf te zoeken... Dat heeft ook iets treurigs, vind ik dan. Als je een interland hebt gespeeld en je moet dan jezelf daarna gaan zoeken op zo'n plaatje. Dan word je als grote voetballer in één keer ook heel klein.
Ja, wat verder opviel waren dat er 100 supporters waren. Die werden ook geëerd. Dat waren mensen die meer dan 100 interlands hadden bezocht. En die groeten elkaar ook allemaal. Eigenlijk kennen ze elkaar beter, hier zie je ze, dan de spelers. Dus ze feliciteerden elkaar ook dat ze op die wand stonden. Ze wezen zichzelf ook aan, soms lang zoeken, maar dan hang je er wel met je naam. En nou ja, goed, zo ging dat die bijeenkomst nog een hele tijd door. Hier gaan ze met z'n allen op de foto. Toen wilde ik al wel bijna naar huis, maar toen duurde het nog langer en nog langer. Iedereen wilde in dat monument. En toen iedereen erin geweest was, toen ging ik ook in huis. Dan komt het eigenlijk op neer. Oh ja, Hans van Breukelen was er ook. Hans van Breukelen was er ook, hè? Ja, die had nog een KNVB-pak aan, dat is echt waar. Nee. Terwijl die er niet meer werkt, moet je maar eens opletten. Precies dezelfde kleding nog. Maar goed, die had er waarschijnlijk nog liggen. Dus ik heb daar ook niks van gezegd. Nee, daar staat hij gewoon, Hans, ja. Hans, iets minder succesvolle periode dan die eigenlijk gehoopt had, denk ik, bij het Nederlands elftal. Maar na afloop spraken we hem ook even. Daar zei hij het volgende over. Bij ons programma Veronica is het veel over u gegaan. Wat vindt u daarvan? Is dat zo? U heeft het niet gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Nee? Ook niet meegekregen? Nou ja, natuurlijk krijg je wel eens wat mee. Maar goed, dat is eigenlijk heel normaal als je in een functie zit zoals ik. Dat er heel veel over je gesproken wordt. En de manier waarop, ja, dat mag iedereen toch zelf weten. Ik ben heel erg blij dat het natuurlijk met Nederlands voetbal goed gaat. Want het gaat niet zozeer om mij of om personen. Het gaat uiteindelijk dat het Nederlands voetbal ons allemaal weer trots maakt. Nou, en onder Ronald, zijn nieuwe staf en de spelers ook eigenlijk een nieuwe lichting. Ja, kunnen we toch weer blij op de tribune en voor de televisie zitten. En waarschijnlijk komt het omdat ik er weg ben. Aparte man, hè? Hoezo? Nou ja, hoe hij er altijd in staat, weet je wel. Dat is... Ja, maar ook een lieve man. Ja, absoluut. En een correcte man. En je gunt hem alles. En hij pakt het altijd verkeerd aan. Je kunt van tevoren kun je al vaststellen, dit wordt niks. En dat was nu weer het geval. Ja, maar hij heeft er nu weer een boek over geschreven. Dat ja, heeft hij weer een boek over geschreven, ja. Enorm succes. Ja. Ja. Zit je te lachen? Ja, nee, ik moet er lachen, sorry. Ja. Heb je het boek gelezen dan, of niet? Nee, helemaal niet. Nee, dat is het met Hans' boek en niemand leest het ooit. Ik zag weer ergens een bericht dat het een bestseller was of zo. Dat het heel goed ging. Nou, ik heb hem ergens in de hitlijst zien staan, hoor. Nee. Nee. Weet je wie er ook was? Andries Jonker. Kijkt hij nou wel? Volgens mij kijkt hij niet naar ons programma, toch? Ja, ik kan er niks van vinden, want ik kijk nooit. Nee, dus... ja, die kijkt dus niet. Ja, nee. Wat deed hij daar eigenlijk, denk jij? Hij is assistent bondscoach geweest, toch? Of, staat hij ook op die muur dan? Iedereen die iets met Nederlands elftal te maken heeft... Andries Jonker staat ook op die muur? Dat denk ik wel. Nou, dan heeft die muur geen enkele zin, toch? Ik was uitgenodigd door Esther Bal, dus de oude persvoorlichter. Die zit tegenwoordig in dierenwelzijn. Die heeft twee zilveren kaarten. Nou, dan mag ze overal naar binnen. Dus we parkeerden de auto op parkeerplaats Londen. Alle parkeerplaatsen bij Gelredome zijn genoemd naar grote steden. Nou, naar binnen. Eerst het spelershome in. Nou, dat was eigenlijk helemaal niemand. Dat is wel logisch, voor de wedstrijd. Nou ja, toen naar binnen, op de westtribune. Nou, ze hadden er echt alles aan gedaan. Op iedere stoel lag een geel vlaggetje met daarbij een uitleg... dat je ermee moest zwaaien als het begon. De supporters achter het doel hadden echt een geweldig spandoek gemaakt van een brug. Ja, echt heel mooi geverfd. Maar ja, wel een brug natuurlijk. Ja. Ik denk wel van... Wat denken ze dan in België? Als je brug ziet achter het goal. Maar persoonlijk vond ik dat grappig. Maar ja, ik zat het nog te kijken. En toen was het al 1-0 voor Zulte Waregem. Nou ja, dat drukt de stemming wel een beetje. Toch wel. In de rust ben ik naar de perskamer gelopen. Nou, andere toestand dan in Zulte of Waregem. Hier waren 7 broodjes en 60 journalisten. Alle 7 broodjes opgegeten door Lex Lammers van de Gelderlander. Op een zeker moment riep er iemand van, er is appeltaart. Nou, heel klein. Maar hier heb je nog een broodje achter. Ja. Je had wel je hebt 1 broodje gepakt. Ja, dat zie ik nou ook. Ja. Dus 6 broodjes. Dat is 6. Ja, wijs ik ook. Ja. Nou, dat was een enthousiaste fase. Ja. De tweede helft, dat ging ook niet goed. Toen werd het 0-2. Hoogtepunt was echt wel het zwaaien. Met op een zeker moment de scheidsrechter was zo slecht. Eén doelpunt van Vitesse onterecht afgekeurd. Het doelpunt van Waregem onterecht goedgekeurd. Toen begon iedereen met die vlaggetjes te
de grensrechten na te doen. Nou ja, dat was voor heel veel mensen toch wel een hoogtepunt. Vanavond, ja, ja. Want na afloop in het spelershome, nou ja, ze hadden allemaal een leuke avond gehad. Ze zei ook allemaal tegen mij van, ah, geweldig met die vlaggetjes en ha ha ha. En de volgende binnen. Ah, wel lol gehad, hè, met die vlaggen, lekker zwaaien. Dus op een zeker moment dacht ik over, nou ja, ik heb toch wel een bijzondere avond meegemaakt toen ik wegging. Ja, kijk, de Telegraaf zit er meteen weer bij natuurlijk, Valentijn. Je wordt als een gek. Ja, de hazesjes hier. Ja, tegenwoordig, als je dus wat zegt, als je wat zegt en je kijkt op het internet, staat er lopen. Ja, ja. Er zit gewoon een mannetje of vijf. Ja, heel knap allemaal. Dus waarom kopen mensen eigenlijk nog boeken, zou je denken? Maar dit is een fantastisch boek, deze. Dat is echt een van de beste boeken die de afgelopen jaren is verschenen. Absoluut. Misschien wel het beste boek misschien. Nou, wel. Maar dan moet ik erbij zeggen, we zaten net even in de pauze over te praten. Jij hebt ook wel het ultieme stijltje om een glimlach een boek te lezen. Je hebt het in je om van een saaie, oninteressante figuur, dat wil ik niet zeggen dat Theo Janssen er is, maar toch een lekker lopend boek te maken. En dat is op zich wel een kunst. Kijk, Michel van Egmond en jij zijn eigenlijk de enige die een leuk sportboek maken. Ja. Ja. En de rest, ja, die quote is oninteressant. Ja, joh, dat is het lezen nauwelijks waard. Ja, is dit al een 7 of is het nog niet voldoende? Nou, dit gaat de hele goede kant op. Ja, ik ben het volledig met Johan eens. Michel zei echt tegen mij. Ja, nog even eentje. Nee, die zei echt tegen mij toen hij het gelezen had. Hij zei nee. In heel de wereld is nog nooit zo'n boek over een sportman. Ja, dat zei in het begin ook. Doen we gewoon nog een keer. Maar 8 nu. Is het nee, maar kijk, er zijn met mensen ingeschakeld nu. Ja, die zijn later ingeschakeld. Ja, ja. Heb je de Voice gekeken? Denk, ik ga toch nog even kijken. Ik zou over de kwaliteiten van Marcel hetzelfde willen zeggen over de kwaliteiten van dat uitstekende bier. Zo. Ja, inderdaad. Ja, niet verkeerd. Hey, hij heeft op een gegeven moment ook een akkefietje met Aad de Mos, geloof ik. Dat is leuk. Ja? Ja. Nou ja, op een zeker moment, Aad de Mos die riep Theo Janssen bij zich dat hij de belangrijkste pion was in het door Aad de Mos te bouwen elftal. En Theo Janssen ging echt vrolijk naar huis. Ja, het is natuurlijk ook leuk om te horen dat je de belangrijkste man bij Vitesse bent. Ja. En de volgende dag plaatste Aad de opstelling op het bord. Maar er stond geen Theo Janssen bij. Dat vind ik ook dan heel goed, dit. En dat kwam dan omdat Aad gedroomd had. Hij had een visioen gehad, 's nachts, dat het toch beter zou gaan met een ander elftal. Dus Theo Janssen stak zijn vinger op. Goh, ik zie mezelf niet op het bord staan. Aad de Mos zei, nee, ik heb een droom gehad. Sorry, Theo. Waarop Theo zei, nou, ik ga naar huis. Ik pak de auto, ik ga naar huis. En dat eindigde bijna in een handgemeen, waarbij Theo Aad uitschold voor knobbelneus. Aad had toevallig op zijn neus. Die heeft een klein gezwel gehad ooit op zijn neus. Dus een deukje. Die is nu weg. Die is dat nu was weg. Toen al weg, maar dat wist Theo natuurlijk niet. Dus het lag heel gevoelig het scheldwoord knobbelneus. En nou ja, dat is een van de anekdotes. Ik heb niet te ver uitgediept, maar die erin staan. Ja. Dus het is lijkt mij heerlijk leesvoer. Ja, we zitten nu wel op een 8, volgens mij, Marcel. We zitten bijna naar de 9. Ja, ja, proost. Boubacari Yakubu, een man die hem goed gekend heeft. Dat is natuurlijk Marcel van Roosmalen. Marcel, wat staat je bij van Yakubu? Nou, daar staat me van alles bij van Yakubu. Het was een aparte man, bijna een stripheld. Een kiezelharde middenvelder. Maar ik weet nog dat ik ging een boekje schrijven over Vitesse. En ik wist nog niet helemaal hoe het werkte in de voetbalwereld. Dus ik meldde me bij persvoorlichter Esther Bal. En ik vroeg of ik Yakubu kon interviewen. En toen zei zij, nou, ik ga hem dat zelf maar vragen. En ik wist eerst niet waarom. Nou, toen bleek al snel dat als je Yakubu wilde spreken, moest je eigenlijk na de wedstrijd voor de kleedkamerdeur gaan staan. En dan kwam hij vaak grommend als een beer naar buiten. Deed net of hij journalisten wilde bijten. Nou, op zich is dat best een grappig gevoel voor humor. Daar werd hij ook best populair mee in Arnhem. De tweede keer dat ik hem zag, zat hij met een tak. Vitesse traint op Papendal, er zijn heel veel bossen achter journalisten aan. Ik zag hem ook een keer met een tak. Een supporter die zei een keer tijdens de training van, hé, hey, Yakubu, hé, hey, hier een vlieg zitten. Arnhems, maar hij had daar een moedervlek. Dus hij pakte een tak en sloeg die supporter op zijn brommerhelm. Maar ja, door dat soort acties werd hij toch wel redelijk populair in Arnhem. Een echt gesprek met hem was niet mogelijk. Ik ben een keer met hem meegereden naar zijn huis in Amstelveen. Nou ja,
dat verhaal is bekend. Hij reed overal 80. In woonwijken, op snelwegen. Dus dat is best gevaarlijk. Dat was ook... En waarom deed hij dat ook alweer? Wat zeg je? Waarom deed hij dat, de 80 rijden? Dat had hij in Ghana geleerd op rijles. Ja. Daar hield hij vast. Maar hij kwam door dat rijgedrag. Hij kreeg vaak verkeersboetes. En hij kreeg ook vaak boetes van de club, omdat hij te laat was. Nou, dat was voor hem reden om af en toe op de club te overnachten. In zijn auto. Hij was ook vaak kwijt. Soms was hij 3-4 dagen weg. En het leuke vond ik zelf dat hij... hij is kwijt, zei ze. Dan niemand wist waar hij was. Maar dan ging hij 's nachts Edward Sturing bellen om te zeggen dat hij er weer was. Dus Edward Sturing, die telefoon ging, die was toen trainer. En die dacht dat het was met zijn ouders. Of wat dan ook. Maar het was Jacobo om te zeggen, ik ben er weer. En... wat ik me verder nog herinner, dat ik één keer een interview heb gehad in zijn huis. Toen was ik meegereden met hem naar Amstelveen. Nou, we kwamen aan. In het huis was eigenlijk verder weinig. Een bankstel, wat lakens aan de muren. En eigenlijk heeft hij alleen maar tegen mij gezegd, huis. En daarna ben ik weer met de metro naar Amsterdam gegaan. En het allermooiste vond ik, het is bijna te cult, maar op een zeker moment werd Hans Westerhof, trainer van Vitesse, in 2008, 2009 was het geloof ik. En de voorbereiding ging ongelooflijk slecht. Ze verloren van iedereen. En er was een open dag. Het regende die dag, dat ook nog. En Hans Westerhof had bedacht dat spelers, koppeltjes had hij gemaakt van spelers. En die moesten dan een gedicht over elkaar maken, met elkaar praten. En dan een gedicht maken en dat dan voordragen op het podium. Bij die open dag, Vitesse supporters hebben best veel meegemaakt, maar dit was ook een toch wel overtreffende trap. Ja. Ik herinner me een gedicht van Rogier Molhoek, die een nieuwe aanvaller aankondigde. En die zei van, het is een echte voetbalverwenner, zijn naam is Julian Jenner. En dat was het niveau. En als laatste was Jacobo. Die had Piet Veldhuis, die was er niet, was bij de Olympische Spelen. Dus die had eigenlijk met zichzelf zitten praten. Die had een gedicht gemaakt over Piet Veldhuizen. En dat heette Olympische Spelen. Hij is grote miet, want hij is er niet. Doelman Piet. Nou ja, met dat soort... met dat soort acties werd hij heel populair. Ja. En ik kan nog wel... Het schiet me allerlei gebeurtenissen. Maar bovenal was het ook een... hij was een beetje gek, maar hij was enorm geliefd in Arnhem. En... niet ten onrechte. Ja. Nou, ik had met Europees avontuur wat anders voorgesteld. Ik ging er eigenlijk vrij onverwachts heen. Samen met een vriend. We reden om 2 uur 's middags weg. Maar waarom onverwachts dan? Je wist toch dat ze speelden, of niet? Nou, ik had geen kaartjes. Oké. En die kreeg ik. En om 5 uur stonden we op de ring bij Antwerpen. Dus dan begon ik al een beetje te denken, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Vlak voor 6:30 reden we het dorp binnen, Waregem. Nou, daar was eigenlijk helemaal niks in dat dorp. 7 politieagenten en nog wat Vitesse-supporters die heel hard Arnhem stonden te schreeuwen. Ja, nou ja, naar wie eigenlijk, dacht ik, toen ik om me heen keek. De bevolking reageerde er ook niet echt op. Nou ja, wij naar het stadion, of stadionnetje. Nou, er hing daar een beetje een soort na-competitie... duel. Het was niet echt de Europacup-sfeer. Het was meer alsof we RKC hadden gelood. Nou, ik ben daar gaan zitten op die tribune tussen allemaal Belgen. En het bestuur van Vitesse, dat zat er ook. Nou, de wedstrijd, dat was even uitzitten. De eerste 3 kwartier. Het hoogtepunt was eigenlijk in de rust in de perskamer. We hadden ongelofelijke honger. En er waren 7 journalisten en ongeveer 700 broodjes. Het was echt enorm. Heel veel broodjes. Omroep Gelderland zat aan de bar met 3-4 broodjes. Nou, ik heb er zelf ook 5, 6 misschien wel op. toen begon de tweede helft. Nou, ik heb wel genoten van de entourage. Ik zat tegenover het Vitesse-vak. Nou, die deden hun best. Achter het doel zaten de Waregem-supporters. Ja, dat had een beetje iets potsierlijks dat je dan naar elkaar gaat wijzen en hey roepen. Nou, na afloop werden we gefeliciteerd door de Belgen om ons heen. Nou, gefeliciteerd, een punt. Nou, ik zeg jullie ook gefeliciteerd, ook een punt. er stonden
net zoals voor de wedstrijd, nog steeds met z'n tweeën onderaan. Na afloop hadden we eigenlijk wel honger. Het hele toch dorp. Ja. Jan had gezegd dat daar van alles te doen was. Nou, we zijn geweest in de Karregieter of zoiets. Nou, niks te eten. Alle restaurants waren dicht. Uiteindelijk kwamen we in een friettent. Daar zaten 5 mensen uit Arnhem. Friet op. Was geen friet meer in België. Of we waren toen moest het dieptepunt eigenlijk nog komen. We zaten nog wat na te praten in die auto over de wedstrijd. Helemaal terug naar huis. Anderhalf uur Freek de Jonge op de radio over zijn drijfveer. Nou ja, dat was mijn avond. Ja, een topavond. Dat, topavond weet ik niet, maar jawel. Hij blijft toch wel lang hangen. Ja. Had Freek het nog over Freek? Ja, Freek had het over zijn drijfveren en over wanneer hij voor het eerst grappig was. In 1958. Was dat. En voor het laatst dan? Gisteravond op de radio. Nou ja, mocht er nog wat zijn, dan spelen we je zo weer even aan, Marcel, als je het goed vindt. Of vind je het wel aantrekkelijk om Vitesse een supporter te worden? Ja. Want dat zijn toch dolle avonturen die je reizen achter Vitesse. Je bent gewoon 12 uur onderweg. Ja. Ja, 1 uur ga je weg, 2 uur ben je thuis. Ja. Maar je wordt wel gefeliciteerd. Ja. Ik wilde eigenlijk naar Marcel van Roosmalen toe, maar die is even in slaap gevallen. Oh, daar komt hij aan. Heel goed, hartstikke goed, Marcel van Roosmalen. Geef hem applaus, dames en heren. Dit is Marcel. Ja, lekker. Mooie entree, Marcel. Ja, nee, ik was de weg kwijt achter de schermen. Dus Marcel die neemt zo'n fantastisch Bavaria-biertje. Is lekker, hè, dat Bavaria-bier? Het is ongelooflijk lekker bier. Ja, hè? Ja. Echt, ja. Echt zin in. Dat is echt Bavaria-bier, is dat, ja. Ja, en iedere keer als wij dat merk noemen, dan krijgen we 5000 bonus. En Bavaria krijgt daar geen genoeg van. Nee, nou goed. Als je dan ook nog zo zegt, als je ervan drinkt, is het helemaal lekker. Kun je even zo zeggen? Nou. Eerst drinken. Nou, zo.